Vroeger lazen je opa en oma al boeken over Dick Trom. Hé, dat is hem. Dick Trom is een eerlijke, rechtvaardige jongen met een hart van goud. Onrecht kan hij niet zien, maar toch haalt hij vaak het nodige kattenkwaad uit. Zoals die keer dat hij die kikker mee naar school nam. Wat zal die vervelende bruinboon jaloers zijn? Hallo, kikker. Ga je met me mee naar school? Ik heb wel een stomme juffrouw hoor, maar daar hoef jij niet mee te spelen. Kom op, we gaan, anders komen we te laat. Is dit zo goed, juffrouw? Ik zal eens even kijken. Was dat jouw ladyview? Ja, juffrouw. Dick Trom gooide hem van de bank. Dat is niet waar. Hij deed het zelf. Het is wel waar. En hij heeft ook een kikker in zijn bed. Wat ben jij een leugenaar? Het is echt waar, juffrouw. Ik hoor het alweer. Eerst die lei op de grond gooien. En dan nog jokken ook. Je moest je schamen. En dan op de koop toe ook nog een kikker in je bed. Je weet dat dat soort dieren niet op school thuis horen. Laat zien dat beest. En Piet, je pet af. Laat zien dat beest. Oh, doe dat akelige beest weg. Doe weg. Jullie. Jan Vos, ja? Heb jij schrik voor kikkers? Nee hoor, juf. Goed zo. Als jij dan die kikker vangt en hem buiten neer wilt zetten. Ja? Ja? Prima. Dankjewel, Jan. En Dick? Dick, jij gaat op de gang. Jij hebt al genoeg ellende veroorzaakt vandaag. Laat ik je niet meer zien. Zo. Verder met de les. Zo, boontje komt om zijn loontje. Ruimboom. Thank you.
Brummel. Brummel, ga onmiddellijk Dick Trom halen. Hoe durft hij, je schobbejak. Ja, je zat me. Dick, moet je komen halen van hier. Ze is ontzettend kwaad op je. Ik zou hem meekomen als ik jou was. Dan een zwaait wat. Uit. Hoe durf je mijn kleren aan te trekken? Nee, 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 nee. Vocht naar buiten. En je hoeft ook niet meer terug te komen vandaag. Ja, maar Bruin Boon heeft gejokt. Die Dick, hoe is het, jongen? Je bent vroeg. Moet jij niet op school zitten? Ja, mijn Bruin heeft gejokt en juffrouw gelooft hem. Maar dat kan me niet schelen, hoor. Oh, is dat zo? Ja. Nou, en dan kom jij mij helpen. Dat is mooi, jongen. Kom. Ja, dat is beter als je. Ja. Dick, jongen toch. Zo, kinderen. En leggen jullie de leien maar weg. Het is 4:15. Tijd om naar huis te gaan. Tot morgen. Dag, juffrouw. Dag. Tot morgen. Morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Nou, ik ken de sommen niet zo. De sommen ken je nog niet zo goed. Goed. Welke sommen... Juf, ik kan mijn klompen niet vinden. Klompen niet vinden? Juf, mijn klompen zijn weg. Ook al? Ja. Wat? Waar is mijn pet, juffrouw? Je pet kwijt? Juffrouw! Wat? Juffrouw. Wat is er aan de hand? Juffrouw! Wacht. Ho. Stop. Weet je wat? Gaan jullie allemaal even terug in de bank. Want wat is hier aan de hand? Is... Ik weet het niet. Goed. Ik zal even gaan kijken wat hier aan de hand is. Ik ben zo weer terug. Hey, je hebt mijn klompen aan. Heb jij mijn pet ergens gezien? Wat is dit? Dat heeft vast die nare Dick gedaan. Kunnen jullie het vinden, jongens? Goed. Het is hier op de gang. Een enorme puinhoop. Maar we gaan het oplossen. Ik stel voor, iedereen, bankje voor bankje, gaat iedereen naar de gang om zijn eigen spullen te zoeken. Want alles ligt door elkaar. Weet je wat? Als jullie beginnen, als eerste. Ja? Ga maar naar de gang en zoek je eigen spullen. En laat even horen als je klaar bent, hè? Oké. We zijn klaar. Ah, volgende bankje. Doe maar. Kijk goed of je je spullen kan vinden. Het zal me niks verbazen als die Dick Trom hierachter zit. Ah, volgende bankje. Prima. Loop maar door. Ah, we zijn ook klaar. Volgende bankje. Doe maar hoor. En tot morgen, hè? Bankje. Weet je wat, ga jij er maar gelijk achteraan. Klaar. Doe maar. Klaar.
is er, Bruin? Je pet is weg. Ik kan hem nergens vinden. Wacht eens. Is dat jouw pet? Ja, dat is hem. Daar kan je niet mee naar huis. Wacht maar. Kijk eens, Bruin. Neem deze maar. Die ligt al jaren te slingeren in de kast. Nou, dank u wel. Ja, goed. Nou, tot morgen. Ja, tot morgen. Nee, moeder moest hartstikke hard lachen toen ze het nieuws hoorde en vader schudde alleen zijn hoofd. Hey, Boontje, klikspaan, kom eens om je loontje als je durft. Ha, die lafaard, moet je hem zien rennen? Laat hem maar gaan, jongens. Huh? Ik krijg hem nog wel, daar kan hij op rekenen. Ik ga me nu niet moe maken. Moeder heeft een heerlijk stuk spekkoek voor me klaar liggen en ik ga nu eerst naar huis om die op te eten. Ja, ik ga ook maar eens naar huis. Ik ook. Gaan we straks nog wel op de markt spelen? Tuurlijk. Dag. Mevrouw van Aken is goed voor de gek gaan houden. Ja, geweldig. Dat is goed. Laten we haar deur open gooien. Dan komt ze weer met de bezem. Zeg, Dick, daar had je verleden week bij moeten zijn. Tjongejonge, wat was ik kwaad. Nou en op, ik dacht dat ik niet meer bij kwam van het lachen. Ja, kom Dick. Jongens, gaan jullie mee? Ja, Dick. Ga jij niet mee? Ik niet, dank je de koekoek. Zeg, durf je soms niet? Niet durven. Het is nogal een heldendaad om zo'n oude vrouw bang te maken. Zeker als je van tevoren toch al weet dat ze je toch niet te pakken krijgt. Nee, dank je. Zoiets doe ik niet. Maar wat wil je dan? Wat ik wil, is in ieder geval niet zo'n flauwe grap uithalen. Nee. Wie kan er aan mij een klos garen geven en een naald? Ik kan. Aan het einde van de draad knoop ik een steentje met de speld eraan. En die stop ik bij iemand in de stopverf en dan gaan we eraan trekken. Dan tikt het steentje tegen het raam aan en komt iemand naar buiten om te kijken wie het is. Dan kan je lachen, want als ze weer naar binnen zijn, trekken we er nog een keer aan. Ja, is goed. Maar bij wie zullen we dat gaan doen? Bij mevrouw van Aken. Nee, mooi niet. Bij de veldwachter. Dan hebben we tenminste eer van onze grap. Daar ging ik niet mee. Nee, hè. Jij hebt best lieve oude vrouwtjes, hè? Met dit weer wordt de melk snel zuur, Flipse. Mm. En de appeloogst is ook al niet veel dit jaar. Mm. Bij de buren hadden ze veel meer. Maar wij hebben beste bonen. Hmm. Nu vooral doodstil zijn, hoor.
zo, jongens. Nu moeten jullie op een veilige plek gaan staan, zodat als de veldwachter naar buiten komt, dat jullie snel uit de voeten kunnen maken. Als hij jullie dan hoort lopen, denkt hij natuurlijk dat een van jullie het heeft gedaan. Op die manier krijgt hij geen erg in mij en jullie krijgt hij toch niet te pakken. Wat zal hij kwaad zijn? Maar waar blijf jij dan, Dick? Dat is nou het mooiste van de grap. Ik blijf kalm tussen de struiken liggen en als hij weer naar binnen is, begin ik opnieuw te trekken. Vooruit nu! Flipsen, er wordt getikt. Er is iemand. Hoezo? Ik heb niks gehoord. Ze moeten nog maar eens tikken, vind je ook niet? Zie je? Daar doen ze het weer. Ja, nu hoor ik het ook. Waarom kloppen die mensen niet gewoon aan de deur? Zeg, is daar iemand? Ze blijven tikken, Flipsen. Vrouw, ik denk dat het een vogeltje is. Of een tak van een boom. Hè? Anders komen die mensen toch wel gewoon binnen. Moet je niet even gaan kijken, Flipsen? Die mensen die zullen toch wel gewoon binnenkomen, vrouw. Een man van de wet die moet toch zijn tijd nemen om zijn werk te doen. Hè? Ik heb schrijfwerk te doen voor de burgemeester. Nou ja, verdorie, daar is het weer. Is daar iemand? Kom anders gewoon binnen. Ja, het houdt niet op, Flipsen. Anders moet je straks maar even gaan kijken. Hè? De deur is open. Even deze zin afmaken. Duizend bommen granaten, daar is dat getik alweer. Vrouw, ga jij anders even kijken of dat er niemand is. Er is niemand. Dat dacht ik al. Hé, er is het alweer. Nou, wie is daar? Hé, hey, kun je niet fatsoenlijk op de deur kloppen in plaats van op het raam te tikken? Nou, verdikken me, waar zit je? Zeg eens iets. Zal ik toch eens weten wat dat te betekenen heeft? Al is het de duivel zelf. Wie is dat toch? Probeert iemand mij soms voor de gek te houden? Of hoe zit dat? Nou, kom tevoorschijn als je durft. Dan zal ik je eens mores leren. Ik denk dat ik te maken heb met een stel van die kwaai jongens.
Ik zal ze krijgen. Ik zie ook niks. Maar ik zal ze wel krijgen. Nu heb ik ze. Nu heb ik ze. En nu is het genoeg geweest. Dat had je niet gedacht, hè? Wacht maar eens, vriend. Ik zal jou die grappen voor eens en voor altijd wel eens afleren. En daar, en daar. Oh, nee, nee, ik heb het niet gedaan. Echt niet. Oh, nee? Oh, hou toch op, oh. Zo, probeer me nou nog maar eens voor de gek te houden als je durft, kwajongen. Ik bedoel, sir, ik heb het niet eens gedaan. Niet gedaan? Ha, dat zal wel. Nee, echt niet, eerlijk niet. Ik heb het niet gedaan. Oh, dus sir. Nou, vertel me dan maar eens wie het wel gedaan heeft. Hè? Vlug wat, of? Dick Tro en de andere jongens deden het, maar Dick het meest. Ik heb het niet gedaan. Zo. Dus die Dick Trom heeft het gedaan. Nou, weet je wat jij doet? Je geeft dat pak slaag maar aan Dick Trom. En als je niet genoeg hebt gehad, dan kom je bij mij nog maar meer halen. Begrijp je? En ik zal die Dick Trom zelf ook nog wel eens aanpakken, als ik de gelegenheid heb. Vertel dat maar tegen hem. Nou, fort wat. Die lafaard. Ach, Dick, wij hebben plezier gehad. En Bruintje heeft zijn straffen te pakken. Dat is waar, jongens. We kregen een ongenadig pak slaag. Maar nu gaan we naar huis. Ik denk dat het al laat is. Van de jongens? Van die vier. Heel goed. Hoe is het met de koeien? Niemand. Ja? Ja. Oké. Okay. Morgen. Alles goed met de kippen? Ja? Steken. Dag Flipsen. Veldwachter Flipsen, hè? Veldwachter Flipsen. Ja, dat is beter. Er mag wel wat meer ontzag zijn voor de gezaghebbende autoriteiten. Veldwachter Flipsen. Wat is dat? Niks. Veldwachter Flipsen. Oh nee? Nou, dat zal wel. Het is dat ik mijn tijd als veldwachter beter kan gebruiken om een beetje met jullie flauwekul te bemoeien. En, Bruin Boon. Ik ben zojuist jouw moeder tegengekomen. En of je maar per ommegaande naar huis wilde komen. Vooruit, joh. Moeders kindje. Kijk, daar is de heks van de achterweg. Mijn vader vertelde gisteren nog hoe ze de hond van Mulder ziek had gemaakt. Ze vroeg hem om geld om eieren te kopen voor haar zieke man. Mulder gaf het haar niet en liet haar door de hond van het erf afjagen. Een week later werd de hond ziek en ging dood.
Die daken wilde dat er altijd wel wat kunnen geven. Maar hij is zo gierig als wat. Die man van de was niet ziek, dat was gewoon een smoes. Maar dan is eigenlijk niemand zijn leven meer zeker. Mijn vader heeft er zelfs op een bezemsteel zien vliegen, 's avonds toen het volle maan was. Hij was op weg naar huis vanaf het café. Ze zwaaide dreigend met de vuist. Gelukkig heeft ze hem niks aangedaan. Dan blijf ik voortaan bij haar uit de buurt. Ik ben bang voor dat soort mensen. Ik ook. Ik ook, maar toch zou ik eens bij haar door het raampje willen gluren. Kom op, dan gaan we kijken. Echt niet, straks verandert je in een spin. Ik ga niet mee. Nou hè, maar toch ga ik kijken. Wie gaat er mee? Wat vinden jullie ervan? Wat dik durven wij toch ook? Ja, dat is waar. We gaan gewoon. Jongens, waar blijven jullie nou? Stel je eens voor dat we nu onverwachts tegenkwamen. Wat moeten we dan doen? Stil. Het vloog daar. Horen jullie dat geluid ook? Daar is ze. Ze heeft zichzelf in een uil veranderd. Nu moeten we stil zijn. Kom op jongens, lopen! Of durven jullie soms niet? Dadelijk komt ze naar buiten. Wat eng. Ze kan je zo in een vleermuis veranderen. Hé jongens, komen jullie nou nog? Ik niet. Ik lijk wel gek. Nou, dan ga ik alleen. Oké. Oh, wat voel ik me ziek. Kom, Willem. Moed houden, mijn lieve Willem. Als een nood het hoogst is, is God zijn hulp het meest nabij. Wil je nog een beetje water? Nee. Oh, maar ik voel me zo slap en flauw. Toch kan ik dat roggebrood niet eten. Had ik maar een kopje melk, hé. Een kopje. Niet huilen, hé. Niet huilen. Ik weet dat we het niet hebben. Dat we te arm zijn. Maar ik voel me zo ziek. Ach, Willem. Wat is het toch triest dat ik niets voor je heb. Maar de mensen willen me niets meer lenen. Ze schreeuwen me na dat ik een heks ben. Ach Willem, waarom zijn we ook zo arm? Ik heb al 2 dagen geen brood meer gegeten om het laatste korstje voor jou te bewaren. Alsjeblieft, Willem. Probeer nog eens. Misschien lust je het nu wel.
het zelf maar. Val iets straks nog om. Kom ook maar in bed, Kay. Samen hebben we geleefd. Samen gewerkt. Samen lieve leed gedeeld. Wat zou het fijn zijn als God ons vannacht samen zou halen. Hier, drink maar lekker warm op. Dick, wat ben je laat? Moeder, kunt u wat witbrood missen? Waarvoor? Voor die arme oude mensen, moeder. Als wij ze niks te eten geven, gaan ze dood. Het is zo triest. Maar welke mensen? De heks van de Achterweg. Ja. We waren op de markt aan het spelen en toen kwam er een oude vrouw langs. Jan Vos zei dat ze een heks was, maar ik geloofde dat niet. En toen zijn we bij haar huis gaan kijken. Kijk eens, Dick. Brood, appels, aardappels. Oh, en wacht. 2 kwartjes. Daar kunnen ze eieren voor kopen. Het is een bijzondere jongen, Griet. En dat is hij. Dick Trom, de zoon van vader en moeder Trom. Ik ben Kay. En dat is Willem. Dus jij bent van de familie Trom? Ja, mevrouw. Daar kom je van goede huizen, jongen. Maar wat kom je doen zo ver uit het dorp? Moeder heeft mij een mandje met lekkers meegegeven voor u en uw zieke man. Oh. Heel erg bedankt, lieve jongen. We hadden bijna geen kruimel meer in huis. Brood. En appels. En aardappels. En een potje jam. Willem, zie je dat? Nu kun je iets versterkends krijgen. Oh, en jij ook, Kay. Dick, jongen.
God wil je moeder heel hartelijk bedanken. Als ik gegeten heb, dan word ik sterker. Dan kan ik weer gaan werken. En dan komt er weer geld binnen. Dat hoeft nog niet hoor, meneer. Moeder heeft mij 2 kwartjes meegegeven. Daar kunt u eieren van kopen. Oh, kijk eens. Tot ziens. Als een nood het hoogst is, is Gods hulp het meest nabij. Heks, wat een klets. Die oude vrouw doet geen vlieg kwaad. Dick? En? Hoe was het? De heks heette Kay en de man heette Willem. En ze waren dolgelukkig. Nou, mooi. Gelukkig maar. Nou, dan is het nu tijd om naar bed te gaan. En dat is het. Welterusten, moeder. Welterusten, vader. Welterusten. Het is een bijzondere jongen. En dat is hij.